We zijn in de H&M en we waren Olly kwijt. Die is oprecht haar schoenen aan het uitdoen. En haar jas uitgedaan en heeft andere schoenen gepakt. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben me aan het aankleden. Ik ben mijn schoenen aan het aantrekken. En ik ga naar een festival nu met Johnny Walker en Jaro, een andere mannelijke influencer. Een vriend van mij die gaat ook mee. Die doet dezelfde opdracht als ik. En ik hoop dat Sander ook mee gaat. Dat ga ik nu even vragen, want die zit nog in een afspraak. Dus ja, we moeten werken op zaterdag. Ik zit hier echt midden in de pakketten. Want ik had allemaal unboxings gedaan. Eigenlijk zou ik het ook moeten ruimen allemaal. Wat heb ik gekregen? Oeh, al die producten. I like it. Wat is dit? Een nieuwe mascara? Ja, dit is een nieuwe mascara. Hij heet Paradise Ecstatic. Nou, die ga ik zeker even proberen. Kijk, het ziet er heel belovend uit. Dus ik pak even mijn spullen, mijn tas, la. Let's go! Nou, ik heb Sander gevonden. Ik zei net dat ik jou kwijt was. En hij gaat gezellig mee naar het festival. En dit is wat ik aan. Ik heb dit shirt aangetrokken van Naked. Deze Burberry broek. Louis Vuitton tas. En wat heb ik aan? Jij hebt aan je nieuwe Tots schoenen. Tato schoenen. Tots Tato weet ik niet. Waarom ik ze echt even zo. Jij hebt aan een Magiela trui. Een broek. Van H&M. Die is niet van H&M. Ja. Die broek? Ja. Echt? Die pets van H&M? Ja. Die zonnebril is van Saint Laurent. Ja, klopt. En ja, ben je blij om in Amsterdam te zijn? Na de bootreis? Ja. Kook. Had ik niet verwacht. Nee, ik heb ook energie. Kook. Maar het is echt wel lekker om weer lekker thuis te zijn. Alleen moeten Olly missen, dat vinden we niet leuk. Kijk, hey, ik ben op het festival. Ik drink geen alcohol, dus... Oké, wij komen net het festival uit en het was heel gezellig, toch? Ik vond het echt wel gezellig. Ja. En het was leuk met Jaro en Menno. Was heel leuk. En sorry, ik heb een taxi aan het wachten. Die is hier ergens. Kijk hoe het staat. En dan gaan we Olly halen en dan gaan we naar Vief. Gaan we daar eten. Want er is bij Vief ook een baby, haar nichtje namelijk. Oh. En ja, dus. Let's go. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, zoals jullie weten. Because I'm stupid like that. Ik ging naar Vief en ik was mijn vlogcamera vergeten. Het was super gezellig, want Vief's haar nichtje was er. En Kay was er, Sam was mee. We hebben lekker op de bank gelegen en eten besteld. En gezellig gegeten. En vandaag is zondag. En de vlogzomers zijn over. Dus we gaan gewoon weer over op de normale vlogs. En dit is wat ik aan heb. Een trui van American Vintage. En ik heb een heel kort shirt aan van Naked hieronder. Maar die zal ik eventjes achterwege laten, want het is niet warm genoeg. En een vintage Levi's en deze schoenen die ik nu echt super vaak draag van Nike. Want we hebben een chill dag. We gaan naar buiten en cadeautjes kopen, boekjes kopen voor de vlucht van dinsdag met Olivia. En lekker lunchen en chillen. That's it. Wij zijn boodschappen aan het doen. En ik heb even heel gezond. Een sapje gehaald. En ook voor Olly, alleen die moet haar dan nog niet. Maar waarschijnlijk zo wel. En best wel veel gedicht. Maar we gaan even naar de H&M, toch? Zeker niet. We gaan wel naar de H&M, ik wil even rompers halen. Als je mij zegt dat we naar de H&M waren gegaan, was ik hier niet ingeklopt. Deze H&M is niet zeg maar voor mij shoppable. Het is een piepkleine H&M. Oké. En we waren op zoek naar eten, maar alles is echt dicht. Dus ja. Oh, dit ziet er leuk uit. Zie je hierheen? Ja, het roodje wel. Dit is zo leuk voor op Olly's kamer. Dat is niet voor de verkopen. Nee? Het is voor de... Oh, voor de shop. Oh ja. Leuke speelgoedwinkel. We zijn in de H&M en we waren Olly kwijt. Die is oprecht haar schoenen aan het uitdoen. En haar jas uitgedaan en heeft andere schoenen gepakt. Ja, zo begint het. Oh my god. Wij zijn thuis en we hebben net gegeten. En Yuki, Rebecca en Bo zijn er gezellig. Hoi, Beck.
heel lekker gegeten. En Yuki die probeert een konijn uit de box te halen. Maar dat lukt niet, hè, Yuk? Dat lukt niet. Waar is Olly? Waar is Ol gebleven? Oh, hier. Olly, grote baby. Helemaal onder het eten. Een slachtveld. Dus Olly en kleding kunnen in de wasmachine meteen allebei. Oké, Rebecca en Bo en Yuki zijn naar huis gegaan. En, oh, ik heb heel veel was bij me. En ik heb, zoals elke andere avond, weer mijn mascara door mijn ogen gesmeerd. En, oh, het is hier zo'n bende. Why? Ik heb allemaal pakketten hier neergelegd. En ik moet even mijn koffer inpakken. En vooral, belangrijker, Olivia spullen inpakken. Want voor mij boeit het niet zoveel, want ik kan in LA nog dingen kopen. En I don't really care. Oef, wellicht. Dus ja, dat kan ik doen. Maar ik ga denk ik even beginnen met Olivia zingen. Ik heb trouwens een koffer van mij bestickerd. Het is hier echt een bende. Ik moest even een beetje opruimen, maar het is al laat. Kijk, ik heb mijn Samsonite koffer bestickerd. Deze stickers, ik zal als ik de webshop kan vinden en de stickers er nog zijn, een link hieronder posten. Want ik heb ze gewoon op Etsy besteld. Maar ze zijn best wel leuk, toch? Ik vind er zo wel beter uitzien. Hey guys, good morning. Het is vandaag maandagochtend en Olly doet haar ochtendslaapje. En ik ga eventjes spullen inpakken voor LA. Ik ben nog even aan het wassen en zo. Dat ga ik doen. En ik kreeg net nog een nieuw pakket binnen van Naked. En jullie geven altijd super veel leuke comments dat jullie dat leuk vinden om te zien dat ik het ook even aandoe. Dus dat ga ik nu toch zeg maar outfits aan het uitzoeken ben voor de reis even snel doen. En ik heb altijd een kortingscode, want ik heb op Instagram een samenwerking met ze. Ik denk dat ik mijn Instagram dan volgende week of zo ergens post. Maar als jullie deze vlog zien, dan kan je als je wilt shoppen alvast met die code. En dat is NOR20, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Dus ik ga even laten zien wat ik allemaal gekregen heb. De eerste ding die ik even wil laten zien zijn deze oorbellen. Die ik echt, de kleintjes heb ik er al uitgehaald. Die heb ik ook in deze vlog denk ik al aangehad. Die heb ik bijna elke dag om. En deze ketting. Die slangenketting. Die ik echt super vet vind. Ik heb gisteren deze toegevoegd. Die van Amsterdam. Ja, dus die slangenketting. Dit shirt is trouwens ook van Naked. Maar die heb ik al lang. Dat weten jullie. Die heb ik alleen nu even zo geknoopt. En ja. Nog helemaal vergeten eentje te laten zien. Namelijk, ik zal even een daglicht gaan staan. Deze ketting. Die vind ik ook heel vet. Een choker. Dus ik hou echt zoveel van veel sieraden. Ik vind dit echt een goede ding. Dus deze van Naked. Dit is van mijzelf. Als je die wilt kopen, kan je een e-mail sturen naar team at Queen of Jetlex. Deze is van Anna Nina, die muntjes. Zijn de O en de N. En dan deze is van Naked. Oké, dit shirtje heb ik zelf zo geknoopt. Het is gewoon een crop top. Alles link ik ook hieronder trouwens. En die heb ik zelf geknoopt. En die heb ik in het grijs en in het wit. Ik ben even naar beneden gegaan, want het ligt hier beter. Oké. Nou, die ketting heb ik laten zien. Het eerste jurkje ben ik echt super blij mee. Hij is wel heel kort. Is dit nude jurkje. En ik dacht, het is wel leuk met zo'n groot vest. En de rug is dus helemaal ervan open. Dat vind ik wel mooi. En ja, die zit dus zo. En die is super chill voor vakantie. Over bikini of gewoon voor in de avond chill. Okay, dit is mijn lievelingsitem van alles dat ik gekocht heb. Deze satijnen jurk. En ik moet hem wel even strijken, maar ik vind hem echt zo leuk. Ook gewoon om met blote voeten aan te doen naar het strand. En I love it. Ik vind dit ook echt super mooi. En hij ziet er best wel gala uit, maar ik ga hem gewoon heel casual aantrekken. Ik vind hem echt super, 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 super mooi. Dus I love it. En ik vind de kleur ook heel mooi. Kijk. Deze top vind ik ook echt te super leuk. Je kan hier een stick achter maken, maar daar was ik even te lui voor. En dit touwtje is zo irritant van de camera. Dit is gewoon super leuk om naar het strand of iets aan te trekken. Je kan hem zo doen, maar je kan hem dus ook gewoon lang maken. Echt. I love it. Deze ga ik echt vaak dragen. Die ga ik nu ook inpakken. Om mee te nemen naar Amerika. I love it. Ik denk dat jullie misschien deze wel het leukst vinden. Laat me even weten sowieso welk item je het leukst vindt.
Deze blouse heb ik ook al in het wit. Die vind ik ook echt zo super mooi. Deze kleur is echt... Kijk, ik ga misschien iets meer daglicht erbij. Zo'n mooie kleur. En hij is van linnen of katoen. Ik weet het niet. Maar echt wel lekker spul. Deze is ook echt wel heel mooi. Hier ben ik eigenlijk... Soms als je iets aantrekt ben je er blijer mee dan je verwacht. Maar ik vind deze wel echt te nice. Oké, de volgende top die wilde ik echt zo graag hebben. Dit is een zwarte crop top. Daar heb ik echt super lang naar gezocht. En ik vind vooral de achterkant zo vet met een high-waisted jeans of iets. Ik ben hier echt super, 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 super blij mee. I love this. Oké, ik heb nu echt mijn favorite gevonden. Dit satijnen pak. Even serieus. Hoe freaking awesome is dit? Met leuke sieraden en... Ik denk mijn haar naar achter of zo. Ik vind dit zo nice, dit pak. Het is echt cool. Dat kan je ook met hakken aandoen of gewoon met slippers. Dit is echt favorite of the day. Ik hoop dat die er nog is. Het gaat altijd best wel snel bij Naked. Maar ik vind dit echt zo super, super leuk. En als laatste deze 70s-achtige jurk. Ik vind dit zo leuk zitten, hoe dat aan de bovenkant zit. En natuurlijk ook roze, want... Ik ben een klein kind die alleen maar het liefst roze draagt. En hij zit zo aan de achterkant. Dus dat. Let me know wat jullie leukst vonden. Comment hieronder. En dus kortingscode NOR20. Oké, ik ben buiten. Oh, het knuffeltje valt staan. En ik heb best wel veel ingepakt al. Ik ga nu even wat last minute dingetjes kopen en gezellig. Met op, even een rondje maken. En ja, that's it. Voor de rest een beetje chillen vandaag. We zijn een broodje aan het eten met Olivia en Sander. En Olivia werd weer aangezien voor jongen. En Sander vindt dat grappig. Maar ik niet. I don't like any of this, Olieke. Oké, guys. Ik ben weer lekker thuis. En ik heb even nog snel mijn haar gewassen. En... dat is nu nat, zoals jullie zien. Ik dacht, ik ga toch nog, ik was aan het twijfelen, zal ik mijn haar wassen als ik in LA aankom? Of zal ik het nu even doen? Maar het was zo vies dat ik dacht, ik doe het nu nog eventjes. En voor de rest zijn we zo goed als ingepakt. We hebben 1, 2, 3, 3 koffers. Sander, Olivia en ik. Dus best wel veel, maar we gaan 3 weken, dus ja. 3 koffers is wel nodig. En ik heb altijd zo'n standaard lijst. Omdat ik natuurlijk best wel vaak reis. En altijd dezelfde dingen moet meenemen van wat ik in moet pakken. Dus die heb ik, als het goed is, allemaal afgevinkt nu. Tenminste, voor zover ik het zie. Maar op zich kan je in LA natuurlijk ook altijd best wel veel dingen kopen. Dus ik hoef niet echt zorgen te maken. Denk ik dat ik iets vergeet nu. En hoe zijn jullie trouwens met inpakken? Zijn jullie echt helemaal OCD? Bibi's World heel erg georganiseerd. Is dat het alles super netjes klaar liggen. En die vergeet echt nooit iets. En Sander is bijvoorbeeld... Ja, Sander is natuurlijk zo ervaren. Die kan gewoon in een kwartier alles inpakken. Die vergeet dan niks. Maar hoe zijn jullie? Gaan jullie een week van tevoren inpakken? Of op de dag zelf? Of op de ochtend zelf? Voor Monica, die gaat nu nog inpakken. Op de avond zelf. Echt, en al mijn vriendinnen zijn verschillend. De een is heel netjes mee. En de ander doet het echt een uur voordat ze gaan. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daarin zijn. En ik ga deze vlog ook afsluiten. Want ik ga naar bed. En morgen een nieuwe vlog beginnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik denk dat de vlog best wel lang is geworden. Ja. Hele fijne vakantie als jullie op reis gaan. En bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie woensdag weer.